jullie een kat mee willen nemen, dan moeten we wel een kennel. Want die hond kan op schoot, maar die kat die gaat sowieso de hele auto terroriseren. Oh ja, oh. Maar daar hebben ze wel even een kenneltje, denk ik. Oké. Dit was het eerste deel van de vlog. Ik zie jullie later. Is je mijn kleine vriend mee naar de dierenarts? Ja, ja. Hij heet Sokken, jongens. Vond ik wel een leuke naam. Gezellig mee naar Nederland. Nou, denk, wat gebeurt er allemaal? Echt. Kijk hoe vieze oren zijn, dat is niet normaal. Goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij, jongens. Ik ben samen met Nick en Reen, tada, bij de dieren, de dierenarts. Met mijn kleine vriend Sokker. En Sokker gaat mee naar Nederland, dus we moeten even alle prikken regelen, inentingen, chips, alles erop en eraan, dat hij kan vliegen. Ja. Hij is helemaal van slag. Hij denkt, wat gebeurt er met me? Maar ja, dit is wel heel leuk hoor. Mijn kleine vriend. Dat is toch top? Ongekend schattig. Ja. Hij denkt, wat gebeurt er? We zijn nu met een ziel, met de dierenarts. Sokker! We moeten wachten. Dan gaan we de prikken geven en dan gaan we naar Nederland. Hè? En Trump opeens gevraagd, hè, wat vind je nou van die man die dat onderzoekt, die dat onderzoek naar jou doet? En Trump die liet zich daarover uit. Nou jongens, we zitten op een plek. Is ongelooflijk. Kijk even dit. Hier beneden zitten schildpadden. Ik heb er nog geen één gezien. Nou ja. Reen, trek je het nog allemaal? Ja. Nou jongens, we hebben lekker gegeten. En wat een probleem, want we hadden te weinig cash bij ons. We moeten dat zo weer gaan terugbrengen. Maar we zijn nu op een ander plekje. Namelijk hier. En we gaan even 3x3. Want hier zijn schildpadden. En daar kunnen we dus mee zwemmen, heb ik me laten vertellen. Dus ik ga vanaf nu overschakelen naar mijn GoPro. En dan hoop ik een te zien. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik vind het best wel spannend, want ze schijnen ook te kunnen bijten. Ik zou net zien dat ik weer een teen weer kwijtraak doordat er een of andere schildpad in mijn teen heeft gebeten. Maar ja, ik ga er wel in, want het is wel echt een ervaring die ik niet zou willen missen. Wat een heerlijk eiland, zeg jongens. Maar hoe chill is dit? Hey Rein. Hey Nido. Hi. Dus, vanaf nu GoPro. Ay, mi toche limite lora corso. Mi to sali fui boneiro lora ruba también. Mi toche limite lora corso. Mi to sali fui boneiro lora ruba también. Mi trepa si lana mi manera. Si que calor di mi duchi endena. La gasa cuanto mi tastimana. Mi amor pa bota grande. Y no ti nada pa quibre. Aruba, lora don con pasa bani like us. Ay, mi aruba tan sima. Pasa sani colas, prome mi baikas. Ay, mi aruba tan sima. Nou jongens, daar gaan we weer. Mijn god, wat een hitte. Wat een hitte. Dat is niet normaal. Ongelooflijk. We gaan nu naar, we gaan heen de grote knip, toch? Ja. Nee, niet zo leuk. We gaan naar de grote knip. Superleuk. Oh, kutjes. Het was heet, maar die schildpadden niet normaal, hè? Ja. Zo mooi. Hey, ik vind het bizar dat ze zo'n rust uitstralen. Maar dat heb ik toch bij de vis ook. Ja, bij de vis ook. Dat is niet normaal. Die grote knip is ongelooflijk, ongelooflijk mooi. Okay. Niet normaal. Kijk even. Okay. Ik ga hier even een duikje nemen en dan rijden we weer naar huis. We zijn best wel onderweg nog. Een uurtje moeten we terugrijden, dat is best wel lang. Maar we hadden het even zien. Ik ben dus daar ooit vanaf gekomen vroeger. Dat kan ik me dus herinneren. Hallo, we zijn er weer. Kijk, dus wie is dit? Dit is Reen. Hi Reen. Wie is dit? Oh. Luister, deze hè. Dit is top. Dit is top.
soort dolfijnenmasker. Ja, dus zit iedereen er nu mee? In het tasje, ja, net voor. Oh. Ja, in het tasje allemaal mensen ermee. Maar goed, ik ga een duik nemen. En zo staan we op het strand. En zo staan we weer in het huis. Kiekeboe! Kijk jongens, ik ben helemaal wit. Helemaal wit. Kijk, Ren is ook in het wit. Ik ben het zwart. Met geel. Maar goed, in ieder geval, waar gaan we het jullie over hebben? Helemaal nergens over, want we gaan eten. We hebben wel echt fucking vet met schildpadden geswommen. Jij niet? Heel vet. Jij hebt niet geswommen. Ik heb niet geswommen. Maar gaan we nou? Maar jij bent dan weg. Jongens, we gaan eten. Jongens, we gaan eten. Wie nou loopt weg? Ik loop weg. Woehoe, we gaan eten. Niet doen. Ik doe altijd dat en ze proberen het allemaal na te doen, maar het lukt ze niet. Kunnen jullie dat? Kunnen jullie dat? Doe jij het eens? Duimpje omhoog als je het kan. Het is niet zo sarcastisch tegen mijn kijkers. Nee, dat doe ik toch niet? Nee, dat is niet sarcastisch. Dames en heren, ik geef je gewoon een klets om de oren hoor, als ze zo doet tegen jullie. Een klets om je oren. Nou, dan krijg je weer de Laguana angsten, want die zitten allemaal leguanen en die zitten steeds voor mijn neus. Dat is het dood voor die dingen. We gaan nu naar het strand waar we lekker gaan eten. En ik ben daarna van plan om naar huis te gaan, zo snel mogelijk met gierende banden, om de vlogs te gaan editen, want dat zijn er nogal een aantal. Ja, wat hebben we nu? Maar goed, jullie zien me niet meer, dus we gaan verder filmen als we op het strand zijn. Nah. Hoezo lachen jullie nou? Niet meer ik ben dronken. Oh, is dronken, dames en heren. Dit is all. Het licht is wel top, ouwe, kijk. Holy shit. Ja, ben kijk. Ben ik ook zo mooi? Nee. Holy guacamole. Holy guacamole, jongens. Quacky quacky. Zit zo. Steek even je vinger in die kip. Doe in die vinger in die kip? Steek nee, ik heb nagel bij spul en dan smaakt de kip naar gif. Eet smakelijk, jongens. Daar zijn we weer. Snoet het. Snoet. Gezellig, gezellig, gezellig. Volgens mij lijkt het heel saai dat we ook hier zitten. Ja, we zitten. We zijn niet echt heel. We doen niet. Overdag veel en in de avond niet. In de avond voel ik me. Ja, we worden oud, hè? We worden oud. Ik voel me echt een oude. Ook helemaal. Nee, maar ja, weet je, we worden hier vroeg wakker en dan om een uur of tien dan stort ik gewoon in. Oliver die is de hoortop. Die is de stad in zijn eentje met vrienden van hier. En wij dachten we gaan lekker slapen. Zou dat daar? Naar mezelf. Naar Oliver. Maar ja, we hebben net lekker gegeten, het was super gezellig. Ik ga nu even die vlog editen van vandaag. Dus ik ga nu afsluiten. Bedankt voor het kijken. Abonneer mijn kanaal en laat een blauw duimpje achter. Later.